Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl met veel aandacht ook voor de vakantielanden. We beginnen met de temperaturen van vanmiddag in Europa en we zien dat er oranje kleuren zijn, ook in Centraal Europa. Vorige week moest ik nog aangeven dat de warme lucht alleen in het zuidwesten zat, maar nu zien we dat het hele Middellandse zeegebied warm is, oranje rode kleuren en in Centraal-Europa dus ook 25 tot 30 graden. Sterker nog, ook in Denemarken en het zuiden van Zweden is het vandaag schitterend weer. En kijken we wat de temperatuur doet. Nou, dan zien we uiteraard dat die vannacht wat daalt en dat dan morgen de warme lucht weer lekker uitbreidt over een groot deel van Europa. Eigenlijk zelfs ook tot in Polen, Hongarije en Slowakije. Eigenlijk kun je zeggen dat een groot deel van Europa geniet van zomerweer. Alleen in het Alpengebied, daar zie je een gebied met wat lagere temperaturen. Dat komt niet alleen door de bergen. Daar vallen ook stevige regen- en onweersbuien. Dat geldt ook voor het oosten van Frankrijk en het zuiden van Duitsland. Maar daar kom ik zo op terug. Want het algemene plaatje voor Europa is morgen dus gewoon zonnig met zomerse temperaturen. Maar als we in detail kijken, dan zien we toch wel aardige verschillen. In Duitsland in het zuiden en ook in de Tsjechië en Slowakije en in Hongarije, waar de Formule 1 gehouden wordt dit weekend, daar kan een enkele bui vallen. Klaponweer is daarbij ook mogelijk. Temperaturen wel overal prima. Zo tussen de 25 en de 30 graden. En dan zie je zo'n band van Berlijn richting het zuidoosten van Polen. Waar de zon volop schijnt. En dat geldt trouwens ook voor grote delen van Scandinavië. Ook schitterend weer in Portugal en Spanje. Ook daar hoge temperaturen en volop zonneschijn. Alleen in het noorden is er wat meer bewolking te vinden. En in de Pyreneeën valt misschien een bui. Nou, zoals al gezegd, in het oosten van Frankrijk moeten we ook rekening houden met een paar buien. Maar aan de Middellandse Zee is het prima weer. Misschien een paar wolkjes, maar verder ook een flinke zonnige periode. In Italië, zeker niets te klagen. Ook daar volop zonneschijn. Zeker als je aan de Bloemenriviera zit of in de buurt van bijvoorbeeld Rimini. Prima omstandigheden. Aan de voet van de Alpen is het allemaal wat minder. Daar zijn wat meer wolken en kunnen ook enkele buien vallen. Stevige buien, misschien wel op een enkele plek. Kroatië, Slovenië en verdere de Balkanlanden allemaal schitterend weer 30 tot 35 graden. De onweersbui blijft boven Hongarije. Die komt niet richting Kroatië. En ook in Griekenland en Turkije volop zonneschijn, niets aan de hand, gewoon perfecte vakantieomstandigheden. Dat kunnen we van Nederland niet helemaal zeggen. Wij maken vanavond in de oostelijke regio's nog kans op een onweersbui. Dat kan een pittige zijn. Maar op de meeste plaatsen blijft het, denk ik, droog. Het is echt slechts een enkele bui. Temperaturen halverwege de avond zo rond de 21 graden. Kijken we dan naar de nacht, nou, dan zien we dat de buiigheid aardig afneemt. Grotendeels droge omstandigheden. Enkele opklaring en het wordt nog niet echt lekker fris. Rond de 17, 18 graden. Wel een heerlijke temperatuur om je nacht in de tent door te brengen. En dan morgen. Nou, dit ziet er misschien wat negatief uit. Maar het is opnieuw slechts een enkele regel van onweersbui. Als die er is, is het wel meteen een hele zware. Kan er veel regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En sowieso in het noorden en westen. Daar verwacht ik helemaal geen regen. Wel een windje van zee. Windkracht 2A3 stelt weinig voor. Maar daardoor op de stranden maximaal van 22, 23 graden. Niet al te hoog dus op het strand, maar in de zon zal het daar best wel lekker zijn. In het binnenland warmer, 26 à 27 graden. En dan zondag, dan blijft het bijna overal droog. Temperaturen gaan omhoog, ook aan de stranden. Zo rond de 24 graden op het strand, 26 tot 29 graden op een enkele plek in de rest van het land. Na het weekend blijft het zomer in Nederland. Temperaturen gaan wel stap voor stap een beetje naar beneden. Dat zie je vooral ook in deze grafiek. De eerste dagen nog mooi op niveau, hoog boven de 25, maar daarna zien we het eh, toch ietsje dalen naar iets onder de 25 graden. Echt slecht weer zie ik voorlopig niet. Wat mij betreft blijft het de komende twee weken zomers, maxima meestal tussen de 22 en 26 graden en begin augustus misschien weer oplopend. Ik ben Michiel Severin van WWW.WIPLACE.nl.